René Moorman, we staan op de A18 bij Schillewald. Wederom een grote controle. Wat is de reden? De reden? Ja, goed, een algemene grote verkeerscontrole. En algemeen wil zeggen niet alleen politiedienst. We hebben hier ook de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Rijksdienst voor het Wegverkeer hebben we. En nog speciale politiediensten. Denk aan het grensoverschrijdend politieteam. Dus dat is een combi van een Duits en Nederlandse collega. Die hebben daar wat meer bevoegdheden, ook met betrekking tot buitenlanders. Wat hebben we nog meer? Ik denk dat ik het meeste zo wel gehad heb. We hebben nog speciale collega executiezaken. Dus als iemand openstaande boetes heeft of zo, hoeven we dan niet zelf nu meer naar het bureau. Die pikken dat allemaal op. Het team verkeer hebben we dan nog. Speciale of verkeerszaken en alcohol. Die hebben ook een alcoholbus bij hun. Dat wil zeggen, we kunnen in de bus een ademanalyse doen. Hoef ook niet naar het bureau. Dat al dat soort zaken hebben we hier paraat. Ik denk in totaal dat we met 70 medewerkers, als de Belastingdienst meetelt, hebben we hier 70 medewerkers zijn we hier bezig. René, is dit überhaupt nog nodig, dit soort controles? Dat kun je eigenlijk beter aan het eind van de avond vragen, maar we gaan eens zien wat het wordt. Ik denk dat het wel nodig is. Als we iedere keer de resultaten zien van de controles, soms heb je veel bekeuringen, soms weinig. Ja, dat hangt er een beetje vanaf. We hebben nu eigenlijk een middagavond gekozen en dan de A18 de Achterhoek in. Dan heb je natuurlijk het meeste verkeer wat weer huiswaarts gaat. En ander verkeer wat we hier misschien liever niet hebben, wat in de avond de Achterhoek opzoekt. Dan denk ik aan mobiel banditisme, zoals we dat zo mooi noemen. Dus lui die slechte dingen in hun zin hebben en dan naar de Achterhoek gaan. En dat soort zaken. Hoeveel man wordt er in de zaal? Ik zie behoorlijk wat mensen rondlopen. Ja, dat klopt. Ik zeg net, we hebben hier alles bij elkaar een kleine 70 man. Dus alle diensten bij elkaar opgeteld. Dus dat is inderdaad behoorlijk wat. Meestal hebben we er, als we zo'n grote controle houden, een man of 50. Maar ja, goed, je zit op een autosnelweg, dus dat is al iets meer dan normaal aan de provinciale weg. Wat voor voertuigen wordt er nu van afgehouden? Ik zie een bus staan met aanhanger, maar wordt er ook vrachtwagens gecontroleerd of gaat het alleen maar puur om personenauto's? Je moet niet denken aan grote vrachtwagens. Die zijn er niet. Die doen de grote, echt zware vervoer, ook arbeidstijden met vervoer. Daar gaan we niet op controleren. Ten eerste hebben we niet alle know-how daarvan en ten tweede ook niet echt de plek. Dus we hebben 4 controlestraatjes en daar moeten we het mee doen. Hoe lang gaat deze actie nog duren? In principe tot 8 uur vanavond. Dan hopen we het hier te beëindigen en dan kijken wat de resultaten zijn. Dankjewel.